De warming-up tijd zit erop. En ik denk dat de regie gaat beslissen om met deze Chinezen bij het onderdeel brug. Nee, 6.32, dat is een sprong. Yao Jinnan te gaan beginnen. Ook zij debuteert op mondiaal niveau. Geboren 1995, dan ben je 16 jaar. En dan ben je net startgerechtigd. 16 jaar is de minimumleeftijd om te mogen deelnemen aan wereldkampioenschappen, Europese kampioenschappen en Olympische Spelen. We zien links een bordje met VT, een nummer. Dat is de nummer waaronder deze sprong die ze gaat uitvoeren in de Code of Points staat. En daaronder zien we D, dat is de afkorting voor difficulty, moeilijkheidsgraad 5,8. Die punten die krijgt ze dus sowieso als ze dit voornemen ook gaat waarmaken. En hier komt haar aanloop. Nou, dat ziet er heel goed uit. De Yurchenko-techniek met een dubbele draai om de lengteas in de tweede vluchtfase. Dus ze maakt de Arabier voor de plank. En dan gaat ze achterwaarts naar de Pegasus. Hier is die. En dan komt een anderhalve salto met een dubbele draai om de lengteas. En ze landt ook precies op de witte lijn in het midden. Kijk eens hoe mooi dat lichaam strak blijft. Dus de uitvoeringsjury kan hier weinig op aan te merken hebben. Ze heeft ook een goede landing, een hoge landing. De kniebuiging is niet diep, maar blijft hoog. Dat is goed. Dus de maximale score die theoretisch mogelijk is bij deze sprong is 15,80. Dat zal het niet worden. Maar ik verwacht toch wel een score van 15 punten, misschien wel hoger. En dat is een uitstekend begin voor de Chinezen. Met de landenwedstrijd bereikte China de bronzen medaille. En de Amerikanen wonnen dat. Ze wacht nu op de score. En u hoort al applaus rondom, want er wordt dus nu op 4 plaatsen gelijktijdig gewerkt. Het is een enorme hectiek. En op dit moment bij de evensbalk staat gereed onze Nederlandse Celine Vergener. Mooie oefening, mooie muziek, maar ook wat foutjes bij de landingen na de acrobatiek. Ja, dan krijg je natuurlijk aftrek in de uitvoering. Goed, de kleine Chinese maakt zich gereed en dat is Yao Jinnan. De 16-jarige Chinese voor haar brugoefening. En Yao staat vierde na de eerste toestelronde. Goed element, ja, prima, verbinding. De trainer staat er tegenwoordig naar mijn gevoel te veel bij. Dat is soms hinderlijk, maar ja. Het is een regel die ingevoerd is nadat er in 1985 bij het WK in Montreal een ernstige... Bij dit element, toen viel de turnster op de lage liggen. En had een ernstige blessure en sindsdien mag de trainer erbij staan. Ja, natuurlijk, de veiligheid is belangrijk. Ja, maakt nu op weg naar de afsprong. Dubbelsalto gestrekt. Nou, uitstekend. Ja, de trainer klapt gelijk de magnesium uit zijn handen. We zagen stofwolken daar. En ik kan me dan voorstellen dat je dan natuurlijk laaiend enthousiast bent over je eigen gymnast. Yao Jinnan. 16 lentes jong. Op 8 februari 1995 geboren. Kijk, hier zien we dat de Katchev-beweging. En dat was het element waar, ik meen, een Canadese turnster in 1985 in Montreal, ik was er ook bij in die wedstrijd, toen nog als coach, dat hij op de lage liggen knalde en een ernstige blessure opliep. Toen mocht de trainer er nooit bij staan. En dat is toen veranderd. Toen is de veiligheid van de turnster gaan prevaleren. En nou ja, ook dat is een keuze. Een goede keuze. Maar haar broer is ook in de wedstrijd bij de mannen. 14.933, dat zit dicht tegen de 15 punten aan. Dus de eindscore komt ook dicht tegen de 30 punten aan. En de staat nu met 29.899, dat is haar tussenscore. En staat op de tweede plek achter Komova na 2 toestellen.
En heeft een achterstand van ongeveer 45 honderdste van een punt. Dus 0,45 op Komova. En we hebben Komova zien turnen, maar ook met fijne foutjes. Dus, wie weet. Als Yao hier echt zonder balansverstoringen kan turnen. En de Chinese turnsters zijn over het algemeen heel sterk op de balk. Brug en balk zijn de sterkste toestellen. Kijk, schroefsalto. Een salto met een hele schroef. Flikvlak, flikvlak, salto. Wauw. Nou, dan doet ze dus de Chinese traditie geen eer aan. Wisselspagaatsprong, weer spagaatsprong. Ja, dat zijn moeilijke sprongen met hoofd in de nek. Hier ook wat uit balans. Nee. Dit is ook niet volledig. Knap hoor, zo'n sprong. Ja, het zijn allemaal stuk voor stuk weer kunststukjes om dat uit te voeren. Ze kijkt even of ze goed op de punt staat, want er komt nu de afsprong. Volledige concentratie nu. Ja, prima. Je hoorde ook het sein. Dan heeft ze nog 10 seconden. Op vloer boven de 15 punten kan turnen. Even kijken, wat heeft Yao? 13,933. Ja, die punt aftrek en komt dan op 3. Meer dan een punt achterstand op de Chinese Yao. En Yao heeft nog niet geturnd. Die gaat nu turnen. Pink Panther. Mooi hè? Mooi op de muziek ook. Goed getimed. Prachtig zeg, een drievoudige schroef en dan gelijk de Sison erachteraan. Want zo heet die sprong. Die gymnastische sprong. Ja, dit is klasse. Ze is heel scherp, heel alert. Prachtige West Side Story muziek van de musical. Heel hoog. En daar wel het uitvalpas. Een fantastisch optreden van de jonge Yao Jinnan. 16 lentes jong. En dan zegt hij, ja, dat is 3 turven hoog. Ja, ze moet om Wieber heen lopen. Ja, ze moet er echt omheen lopen. Maar ja, beste kijkers, als ik hier over straat loop met mijn 1,75 meter... dan ben ik doorgaans de langste van alle Japanners die daar op straat lopen. Ja, want ja, Japan heeft gewoon kortere mensen. En Chinezen zijn ook korter. En zeker als ze jong zijn. We moeten natuurlijk niet als graad nemen datgene wat wij op straat zien tegenkomen. Wat vooral ook gecultiveerd is door de McDonald's en het andere voedsel wat je overal kan krijgen. Ja, daar is zo'n turnster als deze natuurlijk nooit aan begonnen. Vandaar. Maar goed, neem niet weg natuurlijk dat het gewoon een korte turnster is. En dat is haar voordeel, want dan kan je heel gemakkelijk om de breedhaars heen draaien.
En Anna Poigras scoort op de brug 14.133. Dat is niet verkeerd. 57.299. Dan staat ze nu even derde. Maar dat even zal niet lang zijn. Want we wachten op de score van Yao. En die deed het heel goed. Kijk eens even. Die gaat nu met naar de eerste plaats. 14.766. 58.598. Dat is net fractioneel hoger dan Raisman, de Amerikaanse.